valt hij nog om, inderdaad. Wat zei je, Jetta? Is dat luxe? Oh, is dit een kerst? Mooi, hè? Als haar kerstboom. Wauw. Dat je alles uitschakelt. Heel kort rondkijken. Nog één bij die. Fijne kerst of wat? Ja, we hebben het. Woehoe. Wat gaan we nu doen, Lu? Dat is lekker, hè? Mooi. Dat is heel luxe. Prima. Dat is een gezellig huis. Luo. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En ja, vandaag is het zover. Vandaag gaan wij helemaal in de kerstsfeer komen hier in Huizen Bellinga. Want wij gaan de kerstboom optuigen. Maar voor we dat gaan doen, gaan we eerst naar het tuincentrum. Om lekker de sfeer te proeven van de kerst. En te kijken wat voor mooie dingen ze allemaal hebben. En het hele huis versieren. En het hele huis versieren. Kijk, daar staat nog steeds die hele berg. Ja, er staat er nog een hele berg kerstspullen daar. En die gaan we vandaag allemaal uitpakken. Dus kijk vandaag weer gezellig. Mee. Met ons mee. Het kan een Christmas. Zo, en nu al zit natuurlijk weer chill op de bank te kijken met zijn zusjes. Naar de, waar kijken we naar? Naar de kist. Yes. Yeah, nummer 2. We zijn weer een blaasje gestegen, duifjes. Vorige week op 3 en nu op 2. Boxie. Cella boxie. Leuk hoor. Nou, we zijn aangekomen. En het ruikt hier al helemaal naar Odenneboom. Gaan we eerst een boompje halen? Ja, want zo meteen staat hier een hele lange rij. En straks zijn ze... Het is 9 uur en ze zijn net een minuut open. Maar er zijn al mensen voor een boom. Ze zijn niet de eerste. Nee, dat nog net niet. En we eerst even een mooi boompje zoeken die past, hè? Welke past op de bench, druifjes? Moet ik altijd denken aan het liedje. Odenneboom, Odenneboom. Wat zijn je takjes? Ja, die achter, die zag ik nou ook, mama. Die, of die daarachter, kijk eens achter jou. Achter is ook een schrik, die is helemaal rondom mooi. Zie je dat met die takjes? Ja, die? Oké. Hey Luan, je hebt hier nog een langere, kom eens kijken dan. Kijk Luan, deze zijn wat slanker en wat hoger, bedoel jij? Keuze is reuze. Ja. Die heeft wat meer lengte, bedoel je? Een slanke, lange boom, mama. Ik vond die toch wel leuk, hoor. Ja, die andere, ja, is, is te smal. Oh, die achter. Kijk eens, deze hier. Hoe vind je van deze, mama? Ook mooi rond? Ja, een beetje dik. Mama? Die is wel heel mooi. Oh, die is ook lekker zacht. Ja, hou vast. Staat er niet kom? Ja, moet even geregeld worden, maar... Nee, dat kan de jongen zo doen. Maar draai hem eens om. Oh. Ja, hij heeft gestaan in een bus, jongens. Nee, dat vind ik niet mooi, hoor. Draai hem even. Ik krijg je niet recht. Jazeker, kijk eens. Ik krijg je niet recht. Kijk nou eens. Fout er wel uit. Nee, man. Kinderen, we hebben toch deze gevonden? Ja, het leven in een goed potje. Ja, deze is helemaal rondom dicht. Kijk. Dit is hem geworden. Helemaal een volle kerstboom. Dan gaan we hier eens even kijken voor een mooie pot. En ik zag die rieten potten staan en deze vond ik wel heel erg leuk. Wat vinden jullie van deze potten? Deze vind ik wel mooi. Jawel, hè? Een beetje te hoog. Ja, maar ik weet niet, we moeten even kijken. Misschien hebben ze ook een iets wat kleinere. Is die misschien al goed? Kijk, okay. Hier, dat past prima. Als hij hier zo staat, dan aan de zijkant. Wauw. En dan valt hij dus nog om, hoor, daar. Ja, maar wat zegt hij? Nou, is hij scheef als een hoepel. Ja, ik moet best een potje moeten laten. Zullen we die plastic potten wel even aan gaan? Nee, nou staat hij recht. Het is het is alleen maar recht duwen. Dat is alles. Ja. Mooi? Ja, nou goed. Hij is heel vol, hè? Hij is wel heel vol lumieus, hè, Luan? Ja, snap je er wel op paleren? Kijk, kijk eens aan alle kanten. Je ziet geen enkele binnenstap. Nee, hij is mooi. En ze hebben niet scherpe puntjes. Hij is wel lekker zacht, hè? Nee, knuffelen. Knuffelboom. Nee, knuffelboom. Deze alsjeblieft, meneer. Ja, gaan we die inpakken. Goed zo. Odenneboom. Wat zijn je takken wonderschoon. Mooi, Luxie. Maar je bent wel een beetje zwaar. Hey, gaat de boom naast jou zitten op de stoel? Ja, op de past. Zou die in de auto passen? Nee. Dat wordt wel weer een lichtelijke uitdaging. Dat wordt wel weer een lichtelijke uitdaging, kinders. Oh jee. Ik denk dat die op het dak moet, vader. Ik denk dat we hem op een dak moeten binden met een touwtje. Ja. Hier moet een babbel gaan. Ja.
Niet het topje buigen, dan past de piek er niet meer op. Nou, kijk eens. Hij past precies. Nou, we wenden de boom in de auto. Zeg maar dag boom, tot zo. En dan gaan we nu lekker even rondkijken in de winkel, goed? We gaan kijken of er leuke mooie nieuwe versiering is voor in de boom. En natuurlijk genieten van het mooie kerstgebeuren. Met alle mooie lichtjes en dingetjes wat te zien is voor de kinderen. Het is altijd al een hele belevenis om in een tuincentrum rond te lopen. Om sowieso lekker in de kerstsfeer te komen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat dit al heel erg goed voelt. Nu we de boom binnen hebben. En Luxie? Luxie heeft pop mee. Nou, even de boom betalen en dan gaan we het centrum, winkelcentrum in. Ja. Ik voel me nu te klein staan. Ja, leuk hè. Kom maar, jongen. Ja. Zo, nou. Even naar binnen. Alvast een beetje kerstsfeer proeven. Luxie, we gaan nou op zoek naar de kerstballen, hè? En ook nog de piek. Oh, daar zit ook nog iemand onder. Ook nog de piek. Ook nog de piek, oh ja. Ook nog de piek, die moeten we niet vergeten. Ook nog een nieuwe piek, hè, dit jaar. En een lampje. Ja, en een lampje. Ja, maar lampjes hebben we wel heel veel al, hoor. Ja? Ik hoop... Ja? Dat we een mooie gouden glinster. Kijk. Hier hebben we de kerstafdeling. De boom lijkt me echt te groot. Dat is grappig, hè? Dat is een hoge logo staan. Ja. Dat is nep sneeuw. Ja, en hier heb je de nepbomen, maar die slaan we dit jaar over, hè? Ja, die hebben we net. We hebben nou net een echte boom. Ah, wat hebben we hier, jongens? Deze in het klein. Wij hebben deze in het klein. Zie je dat, Luxie? Kijk, wie ligt... De achtertuin, denk je? Ja, wie ligt er tussenin? Wie is dat, Luxie? Een baby Christus. Wie is dat? Dat is baby Jezus, zie je dat? Oh, ik dacht ik ook. Mooi, hè? Het is wel een heel mooi kribbetje, jongens. Kribben, eigenlijk. Hey, zo, is dit de kerstzemermin? Ja, wauw, wat mooi. Ja, oh, hier kunnen we wat mooie dingen uitzoeken. Zo, dat zijn mooie kerstspulletjes, hè, Luxie? Mooi, hè? Kom, gaan we daar kijken. Papa heeft een vliegtuig gezien, Luxie. Papa heeft een vliegtuig gezien. Een vliegtuig. Zo! De kerstman in het vliegtuig. Ik denk dat de arresnee mankement had. Nee, hij dacht Sinterklaas een helikopter. Oh ja. Nee, Sinterklaas was niet een helikopter, die was met een trein. Dat is een boot, die is lekker. Oh, dat is een hele lekkere bal. Leg die maar in de kar, want die vind ik inderdaad wel heel mooi. En wat heb jij, Liwan? Kijk, deze. IJspegels, ja, die zijn ook leuk. Leg die ook maar in de kar. Ja, mooi hoor. Maar kijk, kijk dan. Altijd wel weer leuk om een beetje inspiratie op te doen als je in zo'n kersttuincentrum bent. Oeh, och, die is ook mooi. Die mag je ook wel erin doen. Ja, die is ook mooi. Twee bloemen erin. We hebben een beetje de kleursamenstelling van onze boom wel een beetje gevonden. Want wij vinden deze kleuren en deze kleuren heel erg mooi. Een beetje dat parelmoer roosachtig, hè? Mooie paal. Oeh, dat is ook een hele mooie paal. Wat zie jij, Lucilla? Anna en Elsa kerstboom. Een Anna en Elsa kerstboom? Wauw. Hoor je daar de zee in? Hoor je daar de zee in? Hoor je daar de zee in? Dat is Luxie. Oh ja, dat is Luxie. Ach, Luxie. Vind je die mooi, Luxie? En er zit een uiltje in deze boom. Zie je dat? Die zit helemaal verstopt in de boom. Hier hebben we een beetje het jungle gevoel. Zie je dat? Ah, Silla. Hé, dat is een lekker knuffelkleed. Nee? Kom, Sil. Kijk, dat is ook wel heel erg mooi. Ja, en deze takken zijn heel mooi. Oeh. En daar... Snoepjes roze boom. Nou jongens, wat zou het gaan worden dit jaar? We zijn er nog niet. Oh Luxie, we zijn er nog niet. Ja, allemaal kerstballen. Ja, allemaal kerstballen, zie je dat?
Allemaal balletjes. Er zitten papegaaien in de boom. Ach, kijk eens, jongens. Je raakt niet uitgekeken hier. Ja. Wat zeg je? Dat is een hele mooie pauw. Mooi. Kom maar, gaan we weer verder kijken. Bij iedere afdeling denk je, oh leuk, hier gaan we een boom thuis ook van maken. Maar dan kom je weer bij de volgende afdeling en denk je, oh dat is ook leuk. Je kunt natuurlijk niet alles door elkaar doen. Dus we hebben zoiets van, kijk eerst maar overal rond. Maar kijk hoe leuk, de kerstman in de trui. Ik vind zo'n trui ook wel leuk voor jou, Daan. Die heb ik dan. Ja, die heb je wel ergens. Die heb je wel ergens. Als je hem niet in een weggeving opgegeven. Leuk hè? En het zijn de kerstmannen. De kerstboompjes. Kijk, en deze. Wauw, dit is een hele stad. Dat is mooi. Wauw. Dit is een reuze kerstbal. Dat is een skippiebal, toch? Dit is geen skippiebal, nee. Allemaal lampjes. Ik die Mr. Bean schakelen. Dat je alles uitschakelt. Van deze mooie lampjes? Ja, die lampjes zijn goed. Ja, die kunnen we goed mee versieren. Ja, doe maar. Die kunnen we versieren. Het is een mooi lampje. Ja, we moeten even kijken of we een doosje hebben. Nou, ik ga even heel kort rondkijken. Hé, hey, mama. Ik heb al een gevonden. Mama, wat vind je van deze? Ja, maar die kan niet in de boom. Nee, maar die hadden we... Ja. Maar daar hadden we een hond van. Maar die is helaas kapot. Ja, dat klopt, ja. Maar doen ze nog wat? Ja, hoor. Weet je nog? Nou, die hond die lijkt die hond mama hond? Leuk. Deze swinghond, hè? Want die andere ja. Die was kapot. De hond. Ja. En even rondzoeken. Hier een leuk kerstman. Hier nog. Maar we zitten dus een beetje rond te kijken. Oeh, mama. Een mooie piek. Oh ja, dat is inderdaad een mooie piek. We gaan even kijken wat voor soort ballen we erin kunnen. Ja. Ik heb een paar dingetjes gevonden. Ja, deze balletjes. Ja, en deze ballen die lijkt wel leuk. Dus ja, we hebben al wel een paar dingen. Dus ja, nog de piek en nog een paar spulletjes. Ja, de piek. Hey mama, ik had hier nog een piek gezien. Ik zal hem even pakken. Ik weet niet of mama het mooi vindt. Maar deze lijkt wel mooi. Deze. Ja, dat vind ik een hele mooie jongen. Ja? Ja, die past wel. Nu wil ik even filmen. Ja, ik ga even bij die zemmerie kijken, want dat is niet mooi. Nu niet op. Zie, kijk, dat is, even kijken of de zeemermin in de kan. Zie je de mooie zeemermin? Dat is mooi hè, en daar is het nog, en daar, en de rest hebben we nog, maar dat is de mooiste, mooie. Hij heeft ook lichtjes aan de staart, hier ook nog een mooie paard. Zand worden fijn. En. Dus. Dus we gaan even. Kijk, dat is een mooie kerstboom. Kijk, dat is zonder pink. Kijk. Mooi, hè? De balletjes die zijn binnen. En nu gaan we lekker op naar de. Kassa. En Luxie? We hebben mooie balletjes. Kunnen we een mooie boom versieren, hè, liefie? Ja. Ja. Nou, alles op de band. Alles op de band. Ja, alles op de band.
Zullen we daar? Mooie kerstland. Gaan de boom versieren? Ja. We gaan beginnen met het kleine boompje van Lucilla. En ze heeft hier al de lampjes ingehangen. En wat gaan we nu doen, Lucilla? Balletjes in doen. De balletjes erin, want ze heeft zelf hele kleine balletjes uitgezocht. Deze. Kijk, deze mooie parelmoeren balletjes. Deze is al klaar. Heel mooi. Ja, dan ga die er maar mooi in hangen, schatje. Mogen ze allebei een klein boompje op hun kamer. En Leon is heel bezig met alles aan het uitpakken. En ik heb ook eventjes de andere kerstspullen even uitgezocht. Daar zijn alle lampjes even neergelegd. En al die dingetjes ook daar. En dan gaan we zo eerst eventjes naar oude oma Bellinga. Dat is de oude oma van Daniel. Zijn ouders zijn daar ook. En dan gaan we lekker een visje eten. Even de deur open doen. Ja. Ik ga alles versieren in deze op je kamer. En zo ga ik mijn boom doen. Ja, dat is goed. En ik hou het beeld even schuin. Zo kunnen jullie zien dat hij perfect op de bench past. Ze kunnen de honden er niet bij. Oh, maar schatje, Bollo die kan niet te spelen. Dat past niet bij Bollo. Die past bij je pop. Zo probeer te spelen. Bollo te doen. Maar ze kan Luxie er niet bij en ze kunnen de honden er niet bij. Dus dat is een beetje de reden dat wij altijd de boom op de bench hebben staan. Dit is het boompje van Lucilla geworden. Heel mooi, met mooie parelkettingjes erin. En we dachten, misschien is het wel leuk om nog een beetje sneeuw toe te voegen, hè? Wil je dat zelf doen? Oeh, dat is de bank. Wauw, kijk. Dat maakt hem wel helemaal af natuurlijk, hè? Tadaa! Nou, we hebben hier een boompje neergezet. Of maar even poppenhuis op de grond neergezet. Want het is anders niet zoveel plek. En daar past hij niet door dat boekenplankje. Ik heb iets schattigs gedaan. Sammy doet ook zeker mee naar kerst. En ik heb een mooi kaarsje aangedaan, Sammy. Ik heb daar een mooi nepkaarsje in gedaan. Voor jou. Fijne kerst alvast. Ja. Kijk, dat is een mooi kaarsje. Even ruiken. Ja. Fijne kerst. Misschien kan ik onder ook even een kaarsje doen. Nu zit ik hier echt al een hele tijd te klooien met deze lampjes. Ze zijn net nieuw. We hebben ze net uit de doos gehaald. Heel handig overigens. Het zijn kerstlampjes die je niet in een stopcontact hoeft te doen, maar gewoon op batterijen. Dus je bent niet afhankelijk van een stopcontact. Alleen, nou zit er hier zo'n knoop. En ik weet niet hoe ik die knoop eruit haal. Ik weet niet of jullie dit herkennen. Maar al die kleine draadjes die zitten bij elkaar in de knoop. Ah, kijk. Dan denk je dat je het hebt. Ja, 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 ja. Ja, we hebben hem. Nou, het is hier al heel gezellig. Ik weet niet of jullie ons kunnen zien. Maar Luan wil niet de grote lamp aan, want dat vindt hij ongezellig. Nou ja, ik geef hem gelijk. Alleen jullie zien ons nog niet zo goed. Maar goed. Jawel. Kijk, deze lampen. Ja, kijk. Die zien ze wel. En dan had ik hem net even knopen. Ja, kijk. Dan gaan we beginnen. Boven. En steeds boven. Naar beneden. Ja, dat kan ook wel, want er zit geen begin. Oké, dan gaan we draaien. Hè. Het is heel veel, dus je kunt hem helemaal volgen. Nou, Lu, ik vind hem fantastisch staan, jongen. Heel erg leuk. Leon heeft dus even lampjes ook in de kooi van Sammy gezet. Haalt hij er straks al weer uit. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit, hè, Lu? De deur is dicht. De kinderen zitten al in de auto, want we gaan nu naar oma. Ga je mee, Luxie? Luxie? Zo. Nou, we laten even ons kersthuisje voor wat het is. Gaan we straks weer verder. Maar we gaan eerst even lekker bij oude oma Bellinga op bezoek. Nou, dat is lekker, hè? Dat is lekker. Kibbeling bij oude oma Bellinga. Eet smakelijk. Kijk, een lekker vers gevangen schelvis. Voor vader en even moeder. Nou, dat is lekker zo. Fijn dat jullie weer terug zijn naar Portugal, papa. Wij zijn weer thuis van de visite van oma. En ondertussen hebben wij de lampjes in onze kerstboom gehangen. Ja. En Luxie die zit hier aan tafel met alle ballen, Luxie. Kijk, want we hebben even alles uitgestald wat er precies in de boom komt. En kijk, dit is een beetje wat we hebben uitgezocht. Het zijn wat dingetjes wat we nog van vorig jaar heel erg leuk vonden. Maar dit zijn een beetje de tintjes die we in de boom gaan hangen, Lucilla. En op de achtergrond, wat voor muziekje draaien we? Droomboom. Droomboom, hè? We gaan, ja, deze, dit ziet er zo grappig uit. Nou, we gaan nu even de boom doen. En dan beginnen we met de? Lampjes. Ja, de lampjes die hangen er al in. Oh, die had ik al gedaan. Ik de
de versierseltjes. En we hebben dit jaar ook iets heel leuks. Die heeft Lucilla persoonlijk uitgezocht, Sil. Dat is deze, hè? Die vond jij mooi, hè, voor in de boom. Dit zijn van die heerlijke, zachte veertjes. En ik vond het ook wel een keer leuk, veertjes in de boom. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus die gaan we eens even een poging wagen om deze erin te hangen. Het is weer eerst tijd voor de boom. We gaan samen naar het bos. Met de kluit ga jij eruit. We scheppen. Het valt op ons neer. Al het groen wordt wit. Het begint al nog veel meer. Trombom, trombom, jij bent machtig. Trombom, trombom, jij bent muur. Mogen we je even lenen? Uit het bos, uit de natuur. We brengen je weer terug. Want jouw kruis zit er nog aan. Over kort. Mooie droomboomluifjes. Mooie bomen. Heel mooi knus bij de droomboom. Erg mooi. Mooi, Alexie. Ja, en ook net hoog genoeg dat Alexie niet bij de ballen kan. Zo, Alexie. Een zachte bal. Ja, zet ik in de ballen. Maar mam, maar ik kom net. Mam, ik heb een bal die van glas is. Ja, moest het zo. Moest het zo. Je hebt je kroon hoor. Dat is Pippa. Ik moest al een klein krokodilletje bij. De boom die is helemaal mooi vol opgetuigd met alle spulletjes. Oh, hang het laatste er nog maar in. Maar wat altijd een beetje de eer aan vader is, is de... Papi, mag ik die aan papa geven? Jij mag die aan papa geven. Nee, heel voorzichtig. Heel voorzichtig, hè? Van zoon op vader en van dochter. Naar de... De piek. Kan je erbij... Ik hoop dat hij past, jongen. Hij staat prima. Applausje voor vader. Hey. De boom zit vol met ontzettend mooie dingetjes die de kinderen zelf hebben uitgezocht. We hebben hier een heel mooi vogeltje. En een heel leuk knuffeltje. Hier zit nog een vogeltje. Zelfs een trompetje. Een belletje hangt erin. En hier ook heel mooi met mooie rendiertjes. Bal hangt erin en die. En daarboven hangen hele mooie bloemen. Die heeft Lucilla uitgezocht. Sil, ik vind de bloemen ook heel erg mooi in de boom, schatje. Nog wat sneeuw. Oeh. Mooi, hè? Merry Christmas. Inmiddels zijn we weer een tijdje verder. En hebben we de boom van top tot teen een beetje afgemaakt. Een beetje leuke versierd ook onder de boom. We hebben hier dit leuke huisjes met lampjes. Het kribbetje, het sneeuwpopje hebben de kinderen er neergezet. En hier dit leuke molentje, deze. Zo, die. En natuurlijk het kribbetje onder de boom. En hier heeft papa lampjes opgehangen. Nou, Daniel gaat nog heel eventjes lekker eten maken. Terwijl ik nog eventjes de rommeltjes hier overal opruim. En de kieltjes, eten vanavond. Worteltjes met dubbeltjes en... Kippetjes uit de oven. Kijk, en dan hebben we hier Lucilla's kerstkamer. Wauw, met alle lampjes. En daar moeten we nog even batterijtjes voor halen. Dat is een klein open haartje. Deze. Een klein open haartje kan dan branden. Maar dan moeten we nog even een batterijtje voor halen. Maar hier staat in ieder geval haar mooie boompje. We hebben daar een mooie kerstslinger nog een beetje gedecoreerd. Maar wat heeft Lucilla nou ook gedaan? Om haar bed hangt dat moois. Maar ook onder haar bed. Kijk. Heeft Lucilla lampjes opgehangen, liefie? Ja. Wat gezellig hier, hé. Wat is een gezellig huisje hier onder het bed. En dan gaan we ook eens even kijken bij Luan. Want Luan heeft volgens mij ook een heel flitsende kerstkamer. Hey, jongen. Nou, Lu, wat heb jij hier allemaal voor een flitsende kamer gemaakt? Ja, hier. Kijk maar. Hij heeft zijn duimpje omhoog liedje op.
En kijk eens, Luan. Wow, dit vindt hij dus helemaal vet stoer. Overal flikkerende lampjes. Hier staat Luan's kerstboompje. En we hebben allemaal lichtjesslingers. Overal. Ja, je wordt er wel kureluurs van, heel lang. Maar hij kan gelukkig ook nog rustig, hè? Doe hem eens op normaal. Kijk, nu is hij rustig. Mooi, jongen. Mooie kerstkamer. Hier overal lampjes. Ja? Ja, oh, dat hij zo flikkert. Ja? En, ja. Daar hebben we ook nog een lampje gehangen. Mooi, hè? Kijk, en dit is het sneeuwpopje van Luxie, hè? Of van Luan. En overal kaarsjes heeft hij neergezet. En nepkaarsjes. En hij is helemaal onder de indruk van zijn flitsende lampjes. Nou jongen, ik vind het prachtig. Ja? Als jij er blij mee bent, dan ben ik het ook. Ja. Hartstikke mooi. Dan gaan we nou beneden even mama nog de rotsen verder opruimen, goed? Ja. Oké. Ga je mee naar beneden, Luxie? Blijf bij Luan spelen. Kom maar, gaan we naar beneden. Tadaa, het open haardhoekje is ook helemaal klaar met de mooie kerstdecoratie. Hier hebben we de ijsbeertjes neergezet onder de televisie. En het laatste item zijn... laatste loodjes. De eettafel kerstmaaltjes. Heel mooi gemaakt. Trots op jullie. Vond je weer een leuke vlog? Doe de vlog. Geen abonneren en doei. Fijne kerst en doei. Volg je hart, boem boem mee. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf.